You're staring at the window in your little fantasy land. Miss Marvel is een Pakistaans moslimameisje uit New Jersey in de Verenigde Staten. Adil en Bilal, twee Belgische regisseurs, mochten een paar afleveringen regisseren. Ze is een beetje een nerd. Ze is een grote fan van alle Marvel heroes. En Captain Marvel is haar favorite hero. En zij droomt ervan om één van die heroes te worden. En op een dag krijgt ze superpowers. It's not really the brown girls from Jersey City. You save the world. De serie is gebaseerd op de stripboeken van Miss Marvel. Iman Vellani, de actrice die Miss Marvel speelt, is daar een grote fan van. I think my favorite part about the comic books was that it wasn't about her religion or her culture or her ethnicity. It was about a fanfic writing nerd. Ik vind het supergoed dat er een moslim op Marvel is en het gebeurt er niet vaak. En ik ben ook zelf een moslim, dus ik vind dat zelf goed. Die film geeft me het gevoel dat iedereen ooit in een film kan zijn. Maakt niet uit hoe die eruit ziet. Ik vind het heel goed, want vroeger waren er heel veel jongens dat superhelden waren. En nu is er ook een meisje. En ik woon in een streek met heel veel moslims. En dat meisje is moslim. Dus zij kunnen nu eigenlijk naar tv kijken en zeggen zij is moslim. En ik lijk daarop. Do you know what you are? Super tof dat je deze video bekeken hebt, maar we hebben er nog veel meer natuurlijk. Dus zeker hier ook eens klikken en abonneren op ons kanaal. Dat mag natuurlijk ook altijd, hè.